Vandaag heb ik weer eens een nieuwe video voor jullie. Sorry trouwens als ik zo beweeg, de hond die springt elke keer op schoot. Maar goed, ik ben van de week bij de groothandel geweest in Duiven. En daar heb ik deze nagellakjes van C&D Creative Play gekocht. En deze waren nou in de aanbieding voor €7,20 inclusief BTW. En ik ben gegaan voor de base coat en de top coat samen met 6 verschillende kleurtjes. En ja, ik heb gezien dat je met sommige van de kleuren ook moet kunnen stempelen. Dus dat ga ik testen. Ik heb hier al wel de swatchsticks liggen. Ik weet niet of het duidelijk zichtbaar is. Maar ja, ik heb dus alleen van deze kleur Take the Money 2 lagen hoeven gebruiken. En van de rest van de kleurtjes heb ik sowieso 3 lagen gebruikt. Nou heb ik doorzichtige swatchsticks gebruikt. Dus dan dekt het sowieso minder. Dus ik heb het idee dat het op je eigen nagels wat dekkender eruit gaat zien. Maar ja, dat is wat ik in ieder geval vandaag voor jullie ga testen. Dus laten we beginnen. Ik ga eerst even beginnen met het aanbrengen van de base coat. En waar ik deze producten op ga testen is ten eerste op hoe ze aanvoelen en ja, ruiken zo. En daarnaast vooral op hoe gepigmenteerd zijn ze, hoeveel lagen moet ik aanbrengen, hoe snel droogt de lak, is deze snel drogend of duurt dit heel lang en kun je er daadwerkelijk mee stempelen. Nou, de lakjes ruiken echt als een typische nagellak. Ze zijn wel de 7 vrij heet het geloof ik. Het zijn de 7 ingrediënten die hier in ieder geval niet in zitten, waaronder formaldehyde. Dus dat is heel erg goed. En ja, de penseeltjes die eraan zitten zijn ook heel erg fijn. Ze zijn niet te dik, niet te dun. Nou wil mijn camera natuurlijk niet scherp stellen erop. Kijken of het wil lukken. Nou, hij wil ze nog niet helemaal scherp stellen. Maar het zijn hele fijne kwastjes, penseeltjes. En hierdoor brengt de nagel ook best wel makkelijk aan. En ja, dat ga ik zo meteen eventjes testen voor jullie. Nou, echt waar, als je op je camera kijkt, dan denk je dat je al bij het potje bent, maar dan ben je natuurlijk nog niet. Dus goed, ik ga eerst even de base coat aanbrengen. En ja, ik moet me wel even verontschuldigen voor mijn eigen nagels, want die zien er nog steeds niet goed uit. Ik ben ermee bezig om ze weer een beetje gezond te krijgen. Maar ja, dat kost gewoon even tijd. Dus vandaar dat ik besloten heb om even geen gel, geen acryl en geen gellak te dragen. Maar ze gewoon mooi te maken met gewone nagellak. Dus ja, dat is wat ik nu even ga doen. De eerste laag zit erop en dat is de base coat. En het is eigenlijk heel grappig, want in het flesje ziet hij er vrij crèmekleurig uit. Ook echt alsof het een gekleurde base coat is, zou ik maar zeggen, waarop de kleuren beter te zien zijn. Maar wanneer ik op mijn nagels zelf kijk, zie je eigenlijk helemaal niks meer van die kleur erin terug. Soms heb je echt van die base coats die echt gewoon gekleurde getinte ondergrond zijn, zodat de kleur mooier pakt. Deze heeft dat dus niet. Dus hij is gewoon ja, bijna doorzichtig, zou ik maar zeggen, als je hem op je nagels aanbrengt. Dus wees daar niet bang voor. Hij wordt gewoon ja, doorzichtig en je ziet dus geen melkachtige gloed erop als het ware. Nou, de base coat is nu inmiddels droog en plakvrij. En ik heb tussendoor elke keer even gevoeld hoe het aanvoelde. En om te zien of die al echt droog was. Maar ik ben inmiddels ruim 8 minuten verder. Voordat de base coat echt helemaal goed droog is voor de volgende laag. Dus ja, dat is best wel een lange tijd. Vooral als je het vergelijkt met de Caption nagellakken van Young Nails. Die breng je aan en ja, eigenlijk als je dan de andere hand ook aangebracht hebt, dan is het eigenlijk alweer droog. Dus dan kun je alweer door. Dus qua tijdsduur ben ik toch bang dat deze lakken iets te lang duren om droog te worden. Maar goed, ik ga in ieder geval nog even proberen hoe ze uit gaan vallen. Nou, de eerste laag van de lakjes zit erop. Dit is Positively Plumpsy. En ja, niet om heel gemeen te zijn of zo, maar ik vind als je één laag van deze opdoet, lijkt het alsof je een of andere glitterende nagelafwijking hebt of zo. Ja, ik vind hem tot nu toe nog niet zo mooi, dus ja, hij heeft nog zeker wel een tweede, misschien derde en misschien zelfs nog wel vierde laag nodig.
Dus goed, we gaan nu even afwachten totdat deze laag droog is. En op deze hand heb ik op de duim Take the Money. Zoals je kunt zien is die in één laag al wel aardig dekkend. Hij mag zeker nog wel een tweede laag hebben, maar hier ben ik best wel te spreken over. Dit is Cotton Light. Dit zijn de roze klimmende grove glitters. En zoals je kunt zien laat hij maar echt een paar glittertjes erop achter, maar niet heel veel. Dus ook deze heeft meerdere lagen nodig. En ik denk ook dat deze het mooiste is om te gebruiken als een finishing touch over een andere kleur heen. Want ik verwacht niet, gezien de swatch stick, dat hij heel veel kleur af gaat geven. En dan heb ik hier, even de naam opzoeken daarvan. Dat is Pinkle Twinkle. En dat is een roze kleur met fijne glittertjes erin. En zoals je kunt zien geeft hij wel een heel klein vleugje roze af, maar niet zo heel veel. Het zijn voornamelijk de glitters, dus ook deze heeft zeker meerdere lagen nodig. Dan heb ik hier de volgende kleur, dat is LMAO, dus Left My Ass Off. En ja, daar zie je al wel de kleur tevoorschijn komen. Maar ook deze heeft zeker meerdere lagen nodig. Al zie je al wel heel mooi de paarsachtige glitters erin. En deze blauwe, dat is Ship Noticed. En ik moet zeggen, op de swatch stick was die in de eerste keer minder dekkend. Dus op de gewone nagel dekt hij wel wat beter de eerste keer. Al heeft hij natuurlijk ook nog wel een paar lagen nodig. Maar ja, daar ben ik zeker niet ontevreden over zoals die eruit ziet. Dus goed, ik ga afwachten totdat deze lagen droog zijn en dan ga ik de tweede laag aanbrengen. Inmiddels ben ik een paar minuten verder. Het heeft zo'n beetje 3 tot 4 minuten geduurd voordat de lagen droog waren. En dan heb ik hier de tweede laag van Positively Plumpsy. Sorry voor het geluid op de achtergrond. Mijn dieren zijn in de salon. De kat die sloopt graag alles. Maar goed, dit is dus de tweede laag van Positively Plumpsy. Ja, ik vind het nog steeds een beetje niet geweldig eruit zien. Laat ik het daar maar op houden. Dus ja, hier gaat zeker nog een derde en misschien zelfs nog wel een vierde laag overheen. Overigens is dit Take the Money. Dit is de tweede laag. En ik vind deze kleur echt ontzettend mooi en ontzettend goed dekkend. Dus ja, dit is wel echt een kleur die ik vaker zal gaan dragen. En die dus ook in 1 à 2 lagen, vooral in de tweede laag, heel erg mooi dekkend is. En ja, daar ben ik zeker te spreken over. Dan heb ik hier Got a Light. En zoals je ziet, naar de tweede laag zitten er wel meer glitters op mijn nagel. Maar nog steeds geen kleur. Dus ik blijf erbij dat dit echt een, ja, een soort van topcoat is, als het ware. Voor over een andere kleur heen, dat je het gebruikt om glitters toe te voegen. En hier heb ik Pinkle Twinkle. En ja, je ziet langzaamaan wel wat kleur erin komen. Ook steeds meer glitters. Hij is nog steeds niet helemaal dekkend. Maar ja, ik zit hierbij echt te twijfelen of het nou een kleur is om over een andere kleur aan te brengen. Sorry hoor, mijn kat die loopt weer te zeuren. Hou eens op! En ja, of dat het echt zo te dragen is. Dus hier ga ik ook nog een derde en misschien wel vierde laag van aanbrengen om te zien hoe die uitpakt. Dan heb ik hier Left My Ass Off. En ja, hij is nog steeds niet volledig dekkend, maar de kleur is wel zichtbaar. Dus ook deze heeft zeker een derde en misschien vierde laag nodig. En dit is een kleur waar ik ook heel erg over te spreken ben. Ship Notice. Ja, op de swatch stick had ik echt wel 3 lagen minimaal nodig om zo deze kleur te krijgen. En op de nagel is dit met de tweede laag eigenlijk al wel goed. Dus ik twijfel of ik nog een derde laag aan ga brengen. Misschien wel gewoon om te kijken hoe die reageert. Maar in principe test deze kleur ook goed in 2 lagen. Nou, inmiddels heb ik de derde laag aangebracht. Dit is dan die van Positively Plumpsy. Ja, hij mag nog zeker wel een vierde laag hebben. Dus hij begint nu te worden dat ik denk van ja, dit is een beetje de kleur die in het potje zit. Maar een vierde laag zou hem geen kwaad doen. Al moet ik gewoon zeggen dat ik hem ja, bij mij gewoon niet mooi vind staan. Dus dat zal het waarschijnlijk ook wel zijn. Maar ja, 4 lagen.
Of nou ja, 3 lagen eigenlijk al vind ik toch best wel te veel voor als je in een salon werkt. Want een salon werkt nou eenmaal op tijd en dan heb je gewoon niet altijd de tijd om 10 lagen aan te moeten brengen. Maar goed. Dan gaan we door naar Take the Money. Ook hier heb ik een 3e laag aangebracht. Ook al had hij het niet nodig. En dan zie je ook eigenlijk dat die 3e laag geen toegevoegde waarde heeft. Dus deze kleur vind ik echt uitstekend. Dan heb ik hier Cotton Light. En ja, naar de 3e laag zie ik niet veel verandering. Behalve dat er nog wat meer glitters op mijn nagels zitten. Dus deze zal ik echt gebruiken als een lak om over andere lakjes heen te doen. Hier heb ik Pinkle Twinkle. Ook ja, heel erg doorzichtig. Een hele licht roze lak. Op zich wel zo te dragen op zichzelf staand. Maar ja, wederom, 3 lagen is best veel. Dus ik denk dat ik deze eerder gebruik om over een andere lak aan te brengen. Dan heb ik hier Laugh My Ass Off. En zoals je kunt zien komen de paarsige glitters er echt heel erg mooi doorheen. Maar hij is nog steeds niet dekkend. Dus ook deze is geen favoriet bij mij. En dan heb ik hier Ship Noticed. Deze had in principe geen 3e laag nodig. Maar die 3e laag geeft nog wel eventjes die extra toegevoegde waarde. Dus ik denk ook dat ik deze zo laat. En deze vind ik echt ontzettend mooi. En net zoals Take the Money ben ik heel erg te spreken over deze kleur. Want ja, ook deze dekt in principe in 2 lagen. En ja, de 3e laag maakt het dan net eventjes wat meer af, mocht je dat willen doen. Maar ja, ik laat dit drogen en dan ga ik nog een 4e laag aanbrengen van Laugh My Ass Off, Pinkle Twinkle en Positively Plumsy om te zien hoe deze uit gaan vallen. En ook de 4e laag zit erop. En zoals jullie kunnen zien is die 4e laag de laag die deze kleur afmaakt. Dit is Positively Plumsy. En nu vind ik hem wel wat beter staan op mijn eigen hand. Maar ja, het is in ieder geval geen favoriet van mij. Laat ik het daarop houden. En dan heb ik hier heb ik verder niks aan gedaan. Deze heeft gewoon 3 lagen. Dan heb ik van God Light nog een 4e laag aangebracht. Nog steeds geen kleur, wel heel veel glitter. Dus zoals ik al zei, leuk als glitterlaag over een andere nagel. Lak, kleur bedoel ik. Hier heb ik Pinkle Twinkle. Ja, na 4 lagen is hij nog steeds niet volledig dekkend. Maar wel dat je de kleur ziet en heel veel glitter ziet. En ja, dat hij ermee door kan. Dan heb ik hier Laugh My Ass Off. Ik vind het een ontzettend mooie kleur. Maar ik vind het zo jammer dat hij echt 4 lagen nodig heeft. Wil je hem zo goed dekkend krijgen. En dan hebben we hier Ship Notice, maar ook hier heb ik gewoon bij 3 lagen gelaten. En wat ik gedaan heb, is dat ik op mijn andere hand Take the Money gedaan heb, 2 lagen. En dan heb ik op mijn middelvinger heb ik Pinkle Twinkle eroverheen aangebracht. En het is niet heel duidelijk zichtbaar, maar af en toe zie je dan net een ja, veranderende kleur glitter erin zitten. En hier op mijn ringvinger heb ik Cotton Light aangebracht. En dan zie je dat het echt een hele leuke lak is, maar wel voor over een andere nagellak. Maar ja, goed, ik ga deze lagen laten drogen. En dan ga ik eens kijken of er te stempelen valt met deze lakken. Overigens, dit is een echte glitterlak. Dit is een echt glitterende lak, die ook vrij doorzichtig is. Deze ook en deze ook. Dus daar ga ik niet mee stempelen. Ik verwacht de beste resultaten te halen voor het stempelen met Ship Notice en Take the Money. Dus dit zijn de 2 kleuren waarmee ik ga proberen te stempelen vandaag. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar er valt inderdaad te stempelen met deze lakken. Hier heb ik de omlijning van een kat in het blauw gedaan. Hier heb ik in het een beetje goudkleur die Take the Money heb ik pootjes erop gezet. En hier heb ik in het blauw een kat opgestempeld. En dan moet ik zeggen dat die Take the Money echt het best gepigmenteerd is om mee te stempelen. En dan heb ik deze stempelplaat gebruikt van Born Pretty Store. Dus met allemaal pootafdrukjes en katjes en zo erop. Dus ja, er valt wel degelijk te stempelen met deze nagellak.
En dan ga ik jullie nu mijn eindoordeel geven, want ja, het is een beetje tussenin. Zeg maar, over deze twee kleuren ben ik zeer te spreken. Die vind ik echt heel erg mooi. Alleen sorry, echt mijn taal vandaag is niet helemaal in orde. Maar ja, het neemt best veel tijd in beslag. En dat is ook waarom ik denk dat deze lakjes heel erg leuk zijn. En je er ook best wel veel mee kunt, maar dat ze meer zijn voor persoonlijk gebruik, dus voor thuisgebruik, dan echt voor professioneel gebruik in de salon. Want daarvoor nemen ze gewoon te veel tijd in beslag. Twee lagen nagellak is prima. Meer, ja, dat kost echt te veel tijd. En vooral als ze, net zoals deze, gewoon wat langer overdoen voordat ze echt goed droog zijn. En ja, mijn klanten zijn altijd van het snel, snel, snel. Die willen gewoon binnenkomen en ook zo snel mogelijk weer de deur uitgaan, dat ze hun nagels verzorgd hebben, omdat ze best wel druk zijn in het gewone leven. En ja, voor mij geldt natuurlijk ook: hoe sneller het droog is, hoe minder tijd ik besteed aan mijn klanten, hoe meer klanten ik op een dag kan doen. Zo moet je het als het ware zien. Dus ja, ik raad deze lakjes zeker aan voor als je op zoek bent naar leuke, gezellige, leuke lakjes voor thuisgebruik, zeg maar, waar je heel erg creatief mee kan zijn en ja, leuke dingen mee kunt doen. Maar voor salongebruik, ja, kan ik ze niet echt aanraden. Gewoon puur op de tijd en puur omdat een aantal van deze lakken, zeg maar 4 van de 6 lakken die ik gekocht heb, ja, gewoon te veel lagen in beslag nemen. En dat was mijn hondje die zich daar ging liggen uitrekken in zijn slaap. Maar goed, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik ga dit weer opruimen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!